Het filiaal van New York Pizza aan de Molenweg in Nijmegen is dinsdagavond rond 9:30 overvallen. De dader bedreigde het personeel met een steekwapen. Hij deed een greep in de kassa en ging er vervolgens met onbekende buit vandoor. Volgens getuigen is de dader gevlucht via de Fuchsiastraat. De politie heeft nog geen signalement van de dader bekendgemaakt. Tijdens de overval waren er ook klanten in de zaak aanwezig. Zowel zij als het personeel zijn verhoord door de politie. Gelukkig is er niemand gewond geraakt.